Die vind ik zelf heel erg mooi. Leuk, hè? Een hele goede middag allemaal daar aan die andere kant van het scherm bij Corina en de Beestenboel. Ja. En het is vandaag alweer zaterdag 28 november. En we leven om 14:22. De hondjes die willen weer uitgelaten worden, dus dat doen we dan zo meteen maar weer. En ik had vorig jaar iets moois gekocht. Dat wil ik jullie even laten zien. Dat is deze, een mooie kaars. Die vind ik zelf heel erg mooi. Allerlei kleurtjes erin. Het doet mij een beetje denken, ik weet niet of ik het goed zeg, maar je hebt van die mensen, kinderen die invalide zijn, die zelf voor wat niks kunnen. En dan heb je zo'n snoezelkamer en dan heeft het ook allemaal dingetjes wat beweegt. En dan worden die kinderen rustig van die mensen. Ja, ik vind het zo bijzonder. Mooi, hè? Ja, ik vind dat mooi. Maar ja, wie ben ik? Ja, ik ben toch gek, zeggen ze. Maar oké, maakt er allemaal niet uit. Het is alle gekheid op een stokje. Ik moet daar nog kaarsjes voor hebben, nog steeds. Maar die hebben ze nog niet. Daarom hangt een tak, tenminste meerdere takken, ja, met mooi versierd, maar ook daar heb ik hem klaar. En ja, echt waar, buiten, zoals jullie al wel zien, op de moestuin hangt er ook een, ja, dus alles is dat gaat klaar. Ik heb nou enkel geen takken op de tafel, maar dat vind ik ook niet altijd nodig, want er staat planten genoeg op. Ja. En Rijka die is stout aan het doen. Die wil spelen, maar Elwin die heeft aangegeven dat niet te willen. Ja? Maar het maakt er allemaal niet uit, ik ga zo even met ze lopen, want dat willen ze er ook weer. Het moet ook weer gedaan worden. Ik zal even kijken wat allemaal aangaat met deze. Nou, dat is die tak. Die gaat aan. Die gaat aan. Die klokken. En de takken. Daar gaan aan. Buiten zit geen verlichting in. Dus. Ja, de boom nog niet, want daar moet ik eerst nog een ander knopje voor omschakelen. Normaal gaat met deze ook die streng verlichting aan, die daar hangt met die slinger eromheen. Maar dan moet ik eerst weer een ander knopje aandoen voordat hij dat ook met de AB doet. Ja. En dat is ook met de kerstboom, etc. het geval. Moet ik ook eerst een knopje aan doen voordat. Dat doet het allemaal nog niet. Nee, dan moet ik eerst een stekker erin doen en dan nog een knopje omhalen. Want ik haal wel overal de stekkers ervan uit. Want ook als je een stekker ergens in laat zitten, ja, of ik moet 's nachts nog stroom hebben om bij wijze van spreken mobiels op te laden of wat dan ook, dan laat ik die stekker er uiteraard in. Ik ben nou toevallig vergeten de stekker eruit te halen vannacht daar ook, maar dat doet er niet toe. Ik heb normaal gesproken hier hangt hier ook nog uit. Ja, dus, maar dat maakt niet uit. De magnetron is eruit, de vaatwasser is eruit. Want als je dat laat zitten, dat is allemaal sluipstroom. En dat moet je niet hebben, dat moet je niet willen, want dan krijg je juist een heleboel onkosten aan het eind van het jaar. Ja. Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Jullie staan te schommelen, want jullie staan niet normaal. Ik zal dat even wel doen. Zo, hoef ik niet vast te houden. Zo.
Ik ga met mijn vier voetjes uit, ik moet daar nog opruimen. Maar mijn kamer is verder klaar, enkel ja, de boksen staan er nog. Maar dat krijg ik momenteel niet voor elkaar om dat naar boven te brengen, want ik verga van de pijn vanwege gisteren. Want ik was gisteren heel laat klaar weer. Ik zat snel, hoe laat zat ik te eten? Een uur of 10. Ja, 10 uur zat ik zo'n beetje te eten. Aan die tijd ben ik maar doorgegaan. Ik denk, dan heb ik het klaar. Ja, uit buiten dat ding nog opgehangen. Ik denk, dan ben ik er klaar mee. En dan hoeft het niet meer. Enkel, ja, ik heb nog wat anders staan. En dat wil ik eigenlijk ook vandaag nog proberen te doen. Dus ja, of dat lukt of gaat, weet ik niet. Dan wil ik het bijpakken. Nee, die bedoel ik niet. Sowieso deze. Deze. Dat zien jullie toch wel. Ja, allemaal lichtjes. Ja, dat die wil ik sowieso doen. En ik ga proberen die lichtslang er vanaf te halen. Want ja, hulp krijg ik er toch niet voor. Nee. Ja, en desnoods doe ik die alles morgen wel weer. Als dat maar klaar is. Morgen is eerst adventszondag. Ja. Nou oké, okay. Komt klaar lieve vrienden. Ik zou zeggen genieten. Dat ga ik ook verder doen. En we spreken elkaar straks alweer. Toch? Ja, dacht ik wel. Nou, tot later dan. Ja, lieve vrienden, ik heb me zomaar eventjes in de keuken weer geplaatst, want het is natuurlijk weer donker, hè. Ik ben ook met de kerstverlichting buiten bezig geweest. Dat doet het allemaal en ik had helaas niet op afstandsbediening, maar ja, maakt ook niet uit. Kom ik net in de gang om eindelijk mijn jas uit te doen, want ja, ik heb boodschappen gedaan en ik heb mijn jas aangehouden, dus ik was niet meer in de gang geweest. En legde een kaart in de brievenbus. Er lag ook nog een krant, maar die was gisteren gekomen. Ik laat me leggen, het ligt toch in het mandje, het ligt niet op de grond. Krijg ik ook een kaart. Leuk, hè? En wat staat er? Lief van Ineke. Ook een moderatrice van mij. Nou, ik ben zo dankbaar dat ik zulke lieve mensen onder mij heb werken. En voor mij willen werken. En dat helemaal vanop voor niets. Gewoon belangeloos. Omdat ze het zelf ook leuk vinden. Nou, ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. Hoe bijzonder. Lieve Ineke. Bedankt, lieve schat. Ook jij, wederom bedankt. Ik hou van jullie allemaal. Ja, bijzonder. Nou, ik dacht dat is mijn eerste kerstkaart. Maar nee. Maar oké, okay, maakt niet uit. Ik ben er bijzonder blij mee. Maar ja, die van Gea, die heb ik hangen aan de muur. Want dat is een grote. Ik dacht, ja, en ik moet dat andere ding van mijn kerstkaart leeg hebben. Maar deze komt goed. Bij die kaart van Ineke te hangen, even een speld en dan op de muur. Ja, dat hartstikke bedankt. Ja, lieve vriendin. Oh, ik hou van jullie allemaal. Ja, echt waar. Er komt een auto hier de stoep opgereden wat niet mag, maar ja. Oké, okay, hij zal de auto alweer vol moeten laden met zijn drumstel, want het is een drummer, zit in de band. Ja, dat moet dan kunnen. Maar oké, okay, ik ben jullie dankbaar, lieve schatten. Ja, echt. Waar, uit de grond van mijn hart ben jullie dankbaar. Dus ja, ik vind het bijzonder. Ja, echt waar. Ik ken er niet over uit. Zo lief van jullie allemaal. Ja. Nou, de keuken moet dus nog, maar dat is die afwas. En de kookplaat, lekker belangrijk, morgen weer een dag. Ook zijn, komen Karin en Roderick deze kant weer op, want Karin moet werken hier in Den Helder. Gaat ook allemaal weer door natuurlijk. En ze komt ook even hier om te proberen met mijn scootmobiel te rijden. En dan neemt Elwing mee kijken hoe dat gaat. Nou ja,
Ze zegt, u moet dan niet om uw middel doen, want inderdaad trek je gewoon er zo wat eruit, bij wijze van. Maar in ieder geval, ze zegt, u moet het ergens vastbinden aan de booster. Ja, waar? Ze moet die booster niet uit tweeën trekken, bij wijze van, want het gaat nog harder dan die booster kan hoor. Die booster gaat 90 km per uur, maar als je haar ziet sprinten, nou, halleluja. Dat hou ik met mijn booster niet bij. Echt niet. Nee. Dat, ik zat al te denken, ik ga van de week eventjes, als het knap weer is, de dijk op. Nee, laat ik Rijka thuis en dan laat ik haar wel rennen. Dan ga ik gewoon met een rollator met haar erheen. En dan kan ik tenminste genieten en dan kun je zij rennen wat ze wil. Ja, maar oké. Komt allemaal wel goed. Het zal heus wel een keer gebeuren, maar in ieder geval, elkaar gaat nou straks kijken hoe dat moet. En dan moet ik het ook eens een keer proberen, maar ach ja, komt allemaal wel goed. Dit is mijn tweede filmpje voor vandaag, maar ja, ik film ook wel maar eens één keer per dag, dus een tweede filmpje is niet zo erg erbij. Ik heb alles aan, tenminste alles, de kerstboom nog niet en mijn raam nog niet. Maar die is weer aan, en dat is weer aan, dat is daar weer aan. Buiten hangt, ja, dat moet op ijspegels lijken, maar ik heb daar nog wat, dat heb ik even uitgedaan. Dat schijnt dan op je huis, met allerlei gekleurde dingetjes. Nou, dat vind ik nou nog even te vroeg. Dus laat dat maar uit. Daar zit wel een AB bij en de rest helaas niet. Nee, helaas. Want eens even zien, dit is de AB. Hoe moet ik hem houden? Zo, dit is de AB, ja, dat zien jullie niet, zo. De AB van het ene ding, waar die kleurtjes in zitten. Maar ja, dat andere, dat werkt absoluut niet op een AB. Nee, als ik nou dit ga gebruiken, gaat mijn televisie, ja, dat moet maar niet, nee. Dat moet maar niet, nee. Die zit ook op een AB momenteel. Had eigenlijk ook niet gemoeten, maar ja, doet er niet toe. Kan er ook niks doen, nee, dat moet ik dus nog allemaal doen. Dit is hier allemaal netjes. Ja, nou daar brandt de rest ook nog niet, komt ook nog wel. Dus, ja die lamp heb ik wel even aan, omdat ik met jullie praat, even wat meer licht in de keuken. Nou, en dan dat zootje daar. Maar ja, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, een hele fijne, liefdevolle avond straks. Eerst natuurlijk lekker eten, uiteraard, ja. Eerst lekker eten en dan, ik weet niet eens wat ik wil eten. Ik heb helemaal geen honger, nee. Ik ben zo druk bezig geweest. Dat... Ik ben het nou echt zat. Meer dan zat. Ik ben back en back af. Ja, ja, die is nou nog mooier als ik die kaars aan doe. Ja, die wordt dan nog mooier. Even zien wat het knopje is. Andere kant op. Zo. Zo mooi, zo mooi, zo mooi, zo mooi. Mooi hè. Allerlei kleurtjes. Hup, begint hij weer. Ja, echt bijzonder mooi. Ik heb hem vorig jaar ook aan Karin gegeven onder de kerstboom. Ja. Maar ja, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond zometeen. Want het is bij. Het is over een half uur is het avond, dus. Een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Voor later op de avond. Welterusten met mooie dromen. En uiteraard weer gezond uit je bed komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!